Welkom bij SRA Branche Inzicht. In deze video kijken we naar de cijfers van klanten zoals die in het benchmark systeem worden vastgelegd. Het gaat dan niet alleen om de cijfers uit de jaarrekening, maar ook om niet-financiële cijfers die belangrijk zijn voor het berekenen van KPI's. Eerst loggen we in dit geval met een e-mailadres en een wachtwoord. Maar als je als kantoor gebruik maakt van Single Sign-On via Google of Microsoft Business, kan je op een van deze knoppen klikken om direct in te loggen. Klik op de naam van een klant om de klant te openen. Op het tweede tabblad staan de cijfers van de klant. Het systeem laat automatisch het meest recente boekjaar zien waar cijfers van zijn, maar je kan hiermee wisselen naar andere boekjaren. De cijfers zijn verdeeld in drie groepen: balans, winst- en verliesrekening en aanvullende cijfers. Bij de aanvullende cijfers zijn ook financiële en niet-financiële KPI's opgenomen. Ook deze waarden kunnen in benchmarkrapporten worden getoond en er worden benchmarks over berekend. Veel waarden die we zien zijn berekeningen van onderliggende cijfers of van KPI's. Alleen waarden met een blauw vakje kunnen worden ingevoerd, zoals deze rij, en die worden dan samen opgeteld tot deze waarde. Handmatig aanpassen van financiële cijfers in de balans- of winst- en verliesrekening is doorgaans geen goed idee. De cijfers zouden met een volgende export uit de rapportagesoftware ook weer worden overschreven. De getoonde cijfers hier zijn vooral ter informatie. Maar de aanvullende cijfers zijn wel belangrijk om in te vullen. Deze komen doorgaans niet uit de rapportagesoftware, maar ze zijn wel belangrijk voor het berekenen van financiële en ook niet-financiële KPI's. Ik zal als voorbeeld een aantal KPI's laten zien. Bijvoorbeeld hier bij de operationele kengetallen. Die zijn op dit moment nog allemaal niet ingevuld, omdat ze afhankelijk zijn van het aantal FTE. Maar wanneer ik het aantal FTE zou invullen en ik sla de cijfers op, dan zal je zien dat ze worden herberekend en dat de betreffende KPI's ook beschikbaar komen. Het zijn berekende waarden, dus daarom kan je niet op klikken. Twijfel je over wat je precies moet invullen, dan kan je altijd gebruik maken van het i'tje. Als je daarop klikt, kun je een uitleg krijgen van wat je hier specifiek moet invullen. Sommige van de aanvullende cijfers zijn niet voor iedereen relevant. We zien hier bijvoorbeeld de groep medisch. En dat kan omdat we hier met een fysiotherapeut te maken hebben. Maar je kunt je voorstellen dat het aantal patiënten en een aantal fysiotherapeuten niet voor iedereen een relevante waarde is. Deze gegevens worden alleen getoond afhankelijk van de branche, de SBI-code van de klant. We gaan bijvoorbeeld naar een andere organisatie kijken. In dit geval een transportbedrijf. En hier zul je zien dat bij de aanvullende cijfers een groep transport staat en dat de groep medisch daar niet bij beschikbaar is. Dus voor transport worden weer andere cijfers gevraagd die weer leiden tot de berekening van andere KPI's. Op deze manier kan je voor een bepaalde klant in een bepaalde branche hele specifieke relevante informatie verstrekken. Als de cijfers niet automatisch uit je rapportagetool komen, dan kun je ze of handmatig invullen, of je kunt een exportbestand uploaden. Als voorbeeld zullen we voor deze klant een auditionbestand uploaden. Klik op importeer gegevens uit bestand. Je ziet hier uit welke bestandsformaten je kunt kiezen. In dit geval is het een auditionbestand. Ik ga door. Ik kies een bestand wat op mijn computer staat en het systeem opent dat. Het systeem ziet ook welke periode het is. Je krijgt voor de zekerheid nog even deze vraag te zien. Klik op OK en de cijfers van de klant worden nu automatisch ingelezen. De cijfers worden ook automatisch toegevoegd aan de benchmarkberekeningen voor de juiste groepen. Dat gebeurt ieder weekend, dus na iedere weekend is er een update van de benchmarks. In dit geval is er een waarschuwing bij deze cijfers. En als je daarop gaat kijken, dan zie je dat deze dataset niet voldoet aan een toelatingscriterium voor de benchmark. Namelijk dat de omzet groter moet zijn dan 30.000 euro. Dat is op zich geen probleem. Je kunt gewoon rapporten opvragen voor deze klant. Alleen, zijn cijfers worden dus niet meegenomen in de benchmarkberekeningen.
Soms kan een dergelijke melding ook aanleiding zijn om nog even goed naar de cijfers te kijken. Je wilt immers altijd uitgaan van een correcte kolommenbalans. Als er iets fout blijkt te zijn, kun je het corrigeren in Audition en een nieuw bestand uploaden. Je kunt ook handmatig een correctie maken hier in het systeem, bijvoorbeeld in dit geval over de omzet. Dus normaal geen omzet in dit voorbeeld. Dus als ik die op 50.000 zou zetten. En opslaan. Dan zie je dat de waarschuwing verdwijnt en dat het systeem de cijfers heeft geaccepteerd. Het is de vraag of dat verstandig is. Normaal gesproken zou je zeggen, pas de cijfers zoveel mogelijk dicht bij de bron aan. Wordt er dan later een nieuwe export gedaan, dan worden de cijfers tenminste niet per ongeluk overschreven. Tot zover het behandelen van de cijfers van de klant. Heel belangrijk dat je voor iedere klant de juiste cijfers uploadt en ook zorgt dat er regelmatig een update plaatsvindt.